Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Liam vanochtend weggebracht. Jordi wilde niet meewerken en ik heb het idee dat Jordi nu ook in slaap gaat vallen. Dus die ga ik zo even weer wakker maken, want ik moet Liam zo weer ophalen. We hebben gauw even wat boodschappen gedaan. En hij is de hele tijd proberen los aan het staan. Maar ik ben dus de hele tijd bezig geweest. Ik zit net even 5 minuten. En ik moet alweer luiers gaan verschonen omdat we Liam op moeten gaan halen. Dus dat is wat we gaan doen. Ik heb de kaasstengels wel al in huis. Maar Jordi kreeg buikpijnaanval. Hij heeft de hele ochtend al een beetje buikpijnaanvallen. Dus ik ben hem in de gaten aan het houden. En het is ook echt vermoeiend voor hem. Dus ik ga zijn luier even doen en zorgen dat hij klaar is om mee te gaan. Nou, we hebben het weer gedaan hoor. We hebben je broertje opgehaald. En nou liggen die twee al lekker op bed. Zowel Sam als Liam. Jordi krijgt gewoon een lekker flesje. Dan kan ik even zijn luiertje nog doen. En dan gaat hij ook gewoon eventjes naar bed. Want hij was al vroeg wakker. Hij lag net al bijna te slapen op de bank. Maar ja, we moesten weg. Dus krijgt hij lekker zijn flesje. En dan gaat hij naar bed. Ga ik even pauze houden. En bedenken wat ik vandaag allemaal gedaan wil hebben voor mezelf. En dan zien we het alweer. En Joef zit hier te etteren. Die denkt dat ze naar buiten gaat. Omdat ze de bolderkar heeft zien meegaan. Dus zij denkt dat er nu iets in ligt. Zal misschien wel, maar het wordt gewoon irritant. Hey, nou stop. Shut up. Nee, plaats. Plaats. Dit is pas de bedoeling wanneer Jordi op bed ligt. Dan pas mag zij naar buiten. Ik dacht, ik heb het even rustig. Maar ik heb het niet rustig. Want deze groot vent is wakker geworden. En ik weet niet waar hij last van heeft. Hij is wel chagrijnig, denk ik. En nou is hij stil. Maar dat dus. Het ene moment is alles prima en het andere moment niet meer. Maar bij jou liggen zo. Nee? Oké. Okay. Ik mag niet weglopen. Maar het is ook niet zo dat hij... Ik weet niet wat hij wil. Dat weet hij zelf niet. Ah ja. Niet alleen. De middelste van de Bambix-bende is wakker. Ik heb er nog twee. Lekker flesje drinken nu. Daar heb ik lekker iets lekkers. Ik ben hier gewoon lekker rustig bezig. Mijn dingen aan het doen en het opruimen. Ik ben hartstikke moe. Hartstikke veel pijn. Ik heb weer een slijmbeursontstekentje te pakken. Dat merkte ik net zo goed met Jordi op tillen. Maar ja, we moeten door. Dus we gaan door. Ik heb wel even pijncellers gepakt. Dat is. Een hele goede morgen. Hi Sim. Papa is nog thuis. Papa gaat daar werken. En die is nu eventjes Jordi aan het doen voor mij. Zodat ik hem niet hoef te sjouwen. En dan ben ik lekker tot 4 uur met de kindjes alleen. Ja, 4:30. Laten we het daarop houden. 4:30. Dus dat is onze zaterdag. Ja! Jee! We hebben een soort van pyjama dag vandaag. We gaan niet echt iets bijzonders doen. Ik ga straks pas, wanneer Niels thuis is, even naar de winkel. Want ik moet nog eventjes de cadeautjes klaarmaken voor de peettantes van onder andere jou. Ik heb al wat gehaald, maar gisteren had Jordi zijn buik behoorlijk last van. Dus dat heeft geen nut om dan in de action of wat dan ook te blijven. Dus ik heb alles gauw gehaald. Maar ja, de rest moet ook nog. Dus vandaag. En dat gaan we straks doen. Wat is het toppunt van irritatie en pijn? Een kind als Liam hebben en die bewust elke keer op die schouder gaat terwijl je daar een ontsteking hebt zitten. Ik heb slijmbeursontsteking weer door het gesjouw met Jordi bijvoorbeeld. En dat is niet erg, dat kan. Dat is prima. Maar ik kan dus mijn arm niet naar de zijkant doen en zo. Maar ja. Altijd die kant. Altijd.
Kindje ligt op bed. Ik heb even pauze. Ik ben moe. Ik heb echt vannacht maar een paar uurtjes geslapen. Sam die was zitten aan het klooien. Niels heeft wel doorgeslapen. Dus dat is mooi meegenomen. Dus als hij straks thuis komt, kan hij alles een beetje overnemen. En als we straks gegeten hebben, moet ik nog even naar de winkel. Niels die zei, dan doen we dat even met z'n allen lekker. Doe de kindjes gewoon een pyjama aan. En dan gaan we gewoon even met z'n allen naar de winkel. Oké, prima. Dus dat gaan we nog straks doen. Klaar, hè? Nee, mag niet. Wij zijn even naar de winkel geweest. Even een paar boodschappies gedaan. We hebben lekker gegeten en alles. En dan gaan we naar huis. En dan gaan de kindjes zo lekker naar bed. En dan gaan we gauw opruimen. En dan ga ik weer live met Sonja. Sam is nog wakker. Die is wakker geworden. Maar we gaan zo naar bed. Ik heb nog gelivestreamd. Ik zat helemaal onder de ei. En ik heb hier zelfs nog een letter zitten, zie ik nou. Ik dacht dat ik hem weg had. We zaten helemaal onder. We hebben echt alles gesmeerd wat we smeren konden. Dus dat. Ik heb net nog even gedoucht. En lekker een glas safari jus gedronken. Want maar het was wel een livestream dat het waard was. Dus ja, dat. Dat dus. Wij gaan lekker slapen. En in de volgende dingen zie je ons weer bij de tijd. Goedemorgen. Jordi is al beneden, Sam is al beneden, Liam wordt zo beneden gehaald. Jordi is al lekker met zijn autootje aan het spelen. En ik ga even boven aan de slag, want ik wil boven het een en ander doen. Joef, ik zit nou even Jordi te vervelen. Ik ga boven even aan de slag. We moeten straks naar een verjaardag toe. En we moeten de kindje nog douchen en ik moet nog opruimen. En, nou, dus ik ga gauw aan de slag. Wij zijn allemaal gedoucht, we stinken niet meer. Yay. Jordi zit achterin, Liam en Sammy. En we gaan op visite, want tante Sabine was jarig. En dat is de peettante van onze Liam. Dus we hebben ook een cadeautje mee. Want bij ons krijgen de peetouders altijd een cadeautje. Die hebben we nu mee en we gaan eventjes gezellig daarheen. Straks, als we thuis komen en de kindjes slapen hebben, gaan we naar een andere tante. Tante Bianca, jullie kennen haar. De meeste in ieder geval. Ja, tante Bianca. En dat is dan weer de peettante van onze Sam. Dus ja, we hebben alleen maar peettante voor verjaardagen vandaag. Dus gezellig, de dag van de verjaardagen. En toen waren we alweer thuis. Ik ben echt zo moe. Vannacht weer niet helemaal goed geslapen. Niels heel eventjes voor bij ons. Ik heb croissantjes in de oven zitten. Die gaan we daar even eten. En de kindjes liggen al op bed. Ze hebben krentenbolletje en alles gehad. Dus ze zijn gewoon goed voorzien. En als ik gegeten heb, ga ik boven even wasvouwen. Auw. Ik heb steeds last van mijn schouder. Dat is wat we gaan doen. En daarna, als ze weer wakker zijn, dan gaan we naar een andere verjaardag. Liam is al wakker. We zijn nu aan het wachten op je broers, hè, totdat die wakker zijn. Dan kunnen we jullie klaarmaken. En dan kunnen we naar de verjaardag van tante Bianca. Heb je er zin in? Je gaat er niet op duwen. Hij is een beetje zo geinig. Daarom zit ik met hem op de bank om hem even een beetje rust te geven. Verjaardag nummer 2 hebben we ook gehad. En nu zitten we thuis. Yay. Wat eten we, papa? Avondvis, sperziebonen en witvis. Ja, het is een pangasiusfilet. Liam is ook lekker aan het eten. Sammy is lekker aan het kouwen. En Jordi ook.
Iets omhoog. Moet ik in je mond doen? In je mondje doen. Moet ik je helpen? Nee. Alsjeblieft. Ik kan hem er zelf aan mijn mondje krijgen. Nee, dan wil hij dat ik het nog helpen, want dat pakt mijn hand. Hm. Dus ja, goed, we gaan lekker eten. Lia, ga je mama een kus geven? Hallo. Papa ook een kus? Papa een kusje geven? Hallo. Niet je neus peuteren? Hallo. Normaal doe je altijd dan naar papa kus geven. Papa kus? Wat een mama? Ga papa een kusje geven? Yay! Welterusten! Dat is dus 1. 2 en 3 liggen nog daar. Joefti is trouwens iets met vis aan het opeten wat we hadden gegeten. En we hadden nog over. Hier ligt ook nog eentje fles te drinken. En daar. Dus dan gaan ze daar naar bed. En dan ga ik je opruimen en dingetjes doen. En nou, editen. Van alles gewoon doen. Wij hebben een tijdje terug een beer van Nelleke gekregen. En die heet Doortje. Nou is het zo dat Doortje waarschijnlijk door Jordi niet zomaar uitgesproken kan worden. Bovendien, mijn oma heet Doortje. Dus aan die naam zit voor mij persoonlijk een beetje een... Betekenis die niet bij de knuffel hoort. Ja, dat dus. Dus ik wil toch wel heel graag een andere naam voor het beertje. En dan moeten we natuurlijk ook erbij nadenken. Kan Jordi het uitspreken? Nou is het zo dat Jordi nog niet alle klanken kan, maar hij is mee bezig. En ik heb hele mooie namen voorbij zien komen, et cetera. Maar er sprong er voor jou en mij eentje uit, toch? Ja. Er was iemand wakker geworden en we denken dat hij een beetje buikpijn heeft. Hè, mannetje? Maar waar we over bezig waren, was over het beertje Doortje. We hadden heel veel reacties binnen gehad waar we heel erg blij mee zijn. Wil jij even met de knuffel van je broer knuffelen? Ja, doe maar even met de knuffel van je broer knuffelen. Oh. Doe maar vertellen, hè? Ja, doe maar vertellen aan de knuffel. Mag jij hem gelijk even inwijden? Aan Ai, hè? Ja, want we hebben gekozen voor Ai en Shanna. Ik weet dat je vast kijker bent. Mooie vlog, de beer zou ik Ai noemen. Ai is het Chinees voor liefde. Iets wat Jordi veel geeft en krijgt. Misschien is Ai ook een klank die Jordi zou kunnen leren om de beer aan te duiden. Wij vonden dat zo'n mooie reactie dat wij de beer voortaan Ai gaan noemen. De beer gaat ook vanaf vanavond bij ons in bed liggen zodat onze geur eraan komt. En dat als Jordi hem ziet dat hij er al aan gewend is. Ja, dat het in ieder geval vertrouwd ruikt. Ja. Maar voor nu doet heel even Sam hem nog gebruiken, hè? Doe je vertellen aan Ai wat er aan de hand is? Misschien wordt het wel een algemene knuffel als ze verdrietig zijn. Kan ook nog. Maar Sam heeft toch het liefst zo'n konijn, denk ik. Ja, weet ik. Maar we kijken gewoon. Maar vooralsnog, hij is voor Jordi. En omdat ik nog ook heel veel nog wil doen en eventjes gauw wil editen, et cetera, gaat Niels met Sam aan de gang. En dan was dit ook gewoon de vlog. Morgen zijn de kindjes nog steeds vrij, dus ik heb nog genoeg te doen. Dus bij deze. Ja, na het grapje van Sam gaan we deze vlog echt afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Welterusten en we zien elkaar.